Je merkt dat nou ja, de diagnose kanker toch wel wat meer met je doet. En je begint eigenlijk pas met verwerken. Dus je hebt eindelijk de ruimte om eigenlijk bewust te worden van wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. En dat is nogal wat. Ik denk dat een heleboel mensen daar echt mee vechten met die vragen. En ik vind ook dat vaktherapie daar echt een prachtig antwoord op heeft. In 2013 is mijn man overleden aan kanker. En ik heb zelf in 2014 ook kanker gekregen. Dus de rouwverwerking is eigenlijk op een laag pitje gekomen. Want ik dacht meteen toen ik hoorde dat ik kanker had, het zal mij niet overkomen dat mijn kinderen in een jaar tijd alle twee hun ouders verliezen. Dus dan zet je schouders eronder. En dan ben je niet meer bezig met rouwverwerking. En toen ben ik bij een psycholoog gekomen en die zei, misschien is muziektherapie wel iets voor jou. Dat was toch wel rust, denk ik, of niet? Ik weet niet, kan jij beter voelen dan ik, toch? Ja, dus ik voel me rustig, dus ja. Okay. Ja. Ik nodig mensen uit om tot dat spel te komen. Ik speel met ze mee, waardoor het een vorm krijgt, waardoor het een geheel wordt. Waar woorden tekort schieten, dat dan muziek juist iets extra's kan bieden om toch emoties een plek te geven. En in het begin de troefheid en later komt het licht er toch ook wel weer naar boven, op het niveau waar ik nou ben. Hè? Ja. Ja, dus je kan er een heleboel over lezen van ja, het is goed en het doet dit en het doet dat. Maar als je dat in de praktijk meemaakt, dat spreekt veel meer tot de verbeelding. En zeker creatieve therapie zorgt er heel erg voor dat je eigenlijk je zwakke punten heel erg goed in beeld krijgt, maar ook je kracht. En waar je zelf gewoon je kracht uit kan halen. En die twee maken dat het ook een heel krachtig resultaat kan hebben als je daarvoor open staat. Ik denk, voor die oncologische revalidatie is het wel een hele mooie vorm, omdat mensen bijna zijn kwijtgeraakt waar ze ook weer goed in waren, wat ze ook weer leuk vonden. En dat krijg je met een aanpassingsstoornis. Dat is gewoon, de aarde heeft gebeefd en je denkt, Jezus, wat moet ik nu? En je weet niet dat er nog wel wat fundamenten zijn blijven staan en dat er misschien nog wel mooie nieuwe dingen komen. Maar dat vertrouwen, dan moet je als hulpverlener eigenlijk geven en als revalidatieprogramma. Je moet zeggen van, luister, wij lopen mee. En dit is een lastig stuk. En daarna ga je het echt weer redden. Het gaat wat mij betreft over het balanceren van de cure en de care. De twee belangrijke dingen. Ziekenhuizen vooral gericht op cure. Niet uitsluitend, maar voornamelijk op het bestrijden van ziekte. Of het genezen van mensen. En die care-kant, de wat zachtere kant, het psychosociale stuk, angst, emoties, dat stuk erbij nog aanpakken, dat maakt alleen maar de zorg beter. En mogelijk het genezingsproces sneller. Dat laten we elkaar vooral ondersteunen daarin. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp werd gemoderniseerd. Dat je ook ineens merkt dat er iemand aan het meeneurien is of aan het meezingen is, dat het vanzelf gebeurt zonder dat ze zich er zelf bewust van zijn. Dat er daarna ook echt gemeld wordt dat de pijn minder is. Dat ze al 2 uur helemaal niet gedacht hebben aan het ziek zijn. Dus dat er een stukje ontspanning. Dat ze ineens weer contact hebben met de naaste die bijvoorbeeld naast hun bed zat. En waar ze eerst ruzie mee hadden, maar die nu ineens weer de hand vast heeft. En dat ze er wel even samen kunnen zijn. Dat soort momenten, die heb ik heel veel gezien bij mensen.
ver, hè? Ja. Dat is wijze zo, hè? Hè? Hij kan natuurlijk bijna nooit woorden vinden voor wat hij wil vertellen. En dat is heel erg frustrerend. Dat je steeds iets in je hoofd hebt en je krijgt het niet over je lippen. En als wij samen liedjes zingen, dan zie ik al, terwijl ik de zin aan het zingen ben, zie ik al dat er iets aangeraakt wordt waardoor hij de zin af kan maken. En dat geeft zoveel rust dat hij een keer wel het woord kan vinden wat hij wil zeggen. En dat hij weet wat hij wil gaan zeggen. Stap, stap, stap. Stamp. Als een olifant. Boem, boem, boem. Yes, daar komt een woordje uit. En het klopt nog ook. Er zijn de contacten die je dan maakt. En er zijn de gouden momenten. Zo kan ik het ook zien. Als mantelzorg en als partner. Dat je dan denkt, yes, het komt over. Verder is het heel erg gericht op de ervaring van de patiënt en ook heel erg persoonlijk wat de positieve effecten zijn. Als ik afga op mijn ervaring, zeg ik van er is geen twijfel mogelijk. Je krijgt ook verhalen te horen van goh, hij slaapt voor het eerst sinds dagen. En voor het eerst sinds dagen vraagt hij niet om meer pijnstilling. Het doel van de muziektherapeut is niet de muziek. Het middel is de muziek. En het doel is de behandeling. Is het verminderen van klachten, is het verminderen van spanning, verminderen van angst. Dus bij muziektherapie maakt het ook niet uit als je samen musiceert dat dat heel erg mooi is. Of dat dat een hele grote esthetische waarde heeft. Maar daar gaat het veel meer om het doen, om het handelen. Sta ervoor open en ga daarmee aan de slag. Ik denk dat ieder mens die je kunt helpen op een manier zoals deze, die daardoor bijvoorbeeld minder pillen nodig heeft in de praktijk, of minder medicijnen, dat je dan een heel hoog rendement kunt halen. Dus dat het effect waarschijnlijk groter is dan ze zo in eerste instantie zouden kunnen overzien. Als je mij vraagt hoe heb je het ervaren of hoe kijk je daarop terug, dat ik dat altijd nog met een glimlach kan doen. Want ik heb er vreselijk veel van geleerd. En ik zou zo graag dat ieder ander ook willen geven. De revalidatieartsen zijn echt verbaasd. Die hebben echt nooit gedacht dat dit zo'n wezenlijk onderdeel kon zijn. En op het eind is het heel vaak dat patiënten zeggen, ja, dat heeft me zo ontzettend goed geholpen. Als zij dat terugkoppelen, dan maakt dat indruk. Gaaf, hè? Ja.